Ecodrukkers is een grafisch totaalbedrijf gebouwd op innovatie met een heldere filosofie. Hoogwaardig kwaliteitsdrukwerk gekoppeld aan een duurzaam productieproces. Wij zijn in 2004 zijn wij omgeschakeld naar een ander drukprocedé, waarbij er geen gebruik gemaakt meer wordt van schadelijke oplosmiddelen. Onder andere wij geheel over zijn gegaan op het drukken op de verantwoorde papiersoorten. In het drukproces maakt Ecodrukkers geen gebruik van oplosmiddelen en ook geen chemicaliën in de prepress. Zowel het proces als de grondstoffen zijn klimaatneutraal en er wordt gebruik gemaakt van 100% groene stroom. We belasten natuurlijk als bedrijf, maar ook dat compenseren we. Wij zorgen dat onze CO2-uitstoot geneutraliseerd wordt. En niet alleen als bedrijf, maar ook op productniveau. Drukwerk lijkt zo gewoon. Toch kiest u met Ecodrukwerk voor zoveel meer. Met Ecocolors leveren we dus de marketingtechnologie waarmee we gedrukte media, dus printmedia, beter af kunnen stemmen op het interesseprofiel van de afnemer. Hoewel Ecodrukkers een drukkerij van oorsprong is het beleid wel gericht op het verminderen van de weest. Doelgericht communiceren is een onderdeel daarvan. Ecopublishers maakt klantgebonden uitgaves. Dus dat betekent bijvoorbeeld een boek die door gebruik te maken van verschillende druktechnieken komt tot een gepersonaliseerd exemplaar, waardoor je ook een hogere klantenbinding kunt bereiken. Ecodrukkers drukt met bio-inkten, gebaseerd op plantaardige oliën en adviseert u graag met betrekking tot verantwoorde papiersoorten. De keuzemogelijkheden in gerecyclede papiersoorten worden namelijk steeds groter. Doordat wij inspelen zeg maar, op de behoefte van bedrijven om in kleinere oplages te produceren en om dat ook aantrekkelijk te houden in prijs, en om mee te denken met klanten. En dat is denk ik wel een heel belangrijk stuk, ook in onze communicatie naar buiten. Wij staan, ons bedrijf heet Ecodrukkers. Wij zijn erop gericht om duurzaam drukwerk te maken en om de waste, zoals we dat noemen, alles wat je niet nodig hebt, om dat te verminderen. Waste in communicatie. En daar hebben bedrijven op dit moment ontzettend veel behoefte aan. Men wil in de keten verduurzamen. Dat is eigenlijk de gedachte erachter. En men wil veel gerichter gaan communiceren inderdaad. Je kunt zeggen, ik ga 10.000 folders verspreiden en ik hoop dat ze op de goede plek komen. Je kunt ook zeggen, ik ga drukwerk maken wat veel meer afgestemd is op de ontvanger. Gericht, relevant voor de eindgebruiker, voor de lezer, dat die er wat aan heeft. Daar hebben wij technologie voor in huis, waardoor we dat kunnen realiseren. En waardoor eigenlijk bedrijven een hogere efficiëntie kunnen bereiken in hun communicatiedoelstellingen. Eigenlijk heel vanzelfsprekend in deze tijd. Maar desalniettemin een revolutie in de grafische industrie.